Goedenavond, dit is de presentatie voor Sky World Community over het unieke systeem van de heer Anatoli Yunitsky. Want we weten allemaal, sorry, ik moet eerst mijn eigen voorstellen. Ik ben Netty Sommers en ik ben in 2016 gestart met het investeren in het bedrijf van Yunitsky String Technologie. Maar sinds juni 2020 ben ik samen met een communicatiegroep verantwoordelijk voor Nederland en om de investeerders in de Nederlandse taal op de hoogte brengen van de nieuwe ontwikkelingen. En dat gaan we nu doen. We weten allemaal dat in de wereld veel gaande is, wat het milieu betreft. Het is niet alleen Nederland, in elk land is er wel wat aan de hand en gaan mensen van alles regelen om te kijken om het milieu te verbeteren. Nou, dat heeft de heer Anatoli Yunitsky ook gezien en die heeft een heel mooi concept ontwikkeld. En dat is dit. Dat is een weg, niet over de grond, maar op het tweede niveau. En het voordeel is dat je minder materiaal nodig hebt om te bouwen. Want om een wegdek aan te leggen is natuurlijk heeft veel meer materialen nodig. En dit is veel minder. Maar ook het is milieuvriendelijker. En daar ga ik hier verder straks op vertellen. Maar wie is Anatoli Yunitsky? Hij is een uitvinder. Hij heeft het bedrijf Yunitsky String Technologie opgericht, waar hij 40 jaar geleden al mee begonnen is. Want hij komt uit de omgeving van Tjernobyl en we weten allemaal wat daar gebeurd is. En in plaats van een wagon, een trein of een auto over de weg te laten rijden, of over een spoor, heeft hij een vervoer op het tweede niveau ontwikkeld. Wat ook de eigen energie opwekt. Dus er zit geen olie of dieselolie of benzine in. Dat is wel heel mooi. Bovenin zie je de Uniflesh. Dat is een voertuig dat meer dan 500 km per uur snelheid zal kunnen halen. En daaronder is een Unibus en die zal een snelheid kunnen halen van maximaal 150 km. Dit is de heer Anatoli Yunitsky. En hij zit daar dus voor de Uniflesh. Dat was op de beurs in Berlijn, deze foto bovenin links. En onderin links is zijn eerste prototype, waar hij getest heeft met een auto met ijzeren banden, om dat over de rails omhoog te laten rijden. En dat is gelukt. En dat is de start geweest van wat wij nu zien en waar wij nu in investeren. Nou, hij gaat niet verder. Oh, nou wel. Dit zijn de modellen die er allemaal ontwikkeld zijn al. En dan ziet u buitenom alle passagiersmodellen. En in het midden ziet u de containervervoermodellen. Hangend of staande containers kunnen vervoerd worden. Maar er zijn ook andere modellen van container. Maar die laat ik straks in het verdere verloop nog beter zien. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja maar dat bestaat al. Ja, inderdaad, zoiets bestaat. Het is niet helemaal nieuw. In Duitsland zijn ook pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En ook in China heeft men het geprobeerd. Maar beide modellen hebben wielen op het dak. Maar verder niks, want ze verbruiken nog steeds de brandstof die nodig is om van A naar B te gaan en die het milieu vervuilt. En dat is anders bij het model van Yunitsky String Technologie. En dan zeggen ze ook, ja maar in de skigebieden, daar zijn ook van die wagons, die kabelbanen die er allemaal zijn. Nou, dat zegt het woord precies, een kabelbaan. Daar wordt een model rondgetrokken via een kabel. Kan ook gevaarlijk zijn als die kabel breekt, want dan gebeuren grote ongelukken, zoals laatst. Maar die kunnen ook geen hoge snelheid halen. Dan kun je niet van de ene stad naar de andere toe gaan met een snelheid van 150 of met 500 km per uur. En dat is een ander verhaal. Als je een weg aan gaat leggen, zoals het tegenwoordig gaat, dan wordt er van A naar B het oppervlak gelijk gemaakt. Dus de dieren die in de rivier wonen of in de bergen, die moeten verhuizen. En dan wordt er van A naar B een wegdek aangelegd. Maar met het vervoer van Yunitsky String Technologie worden er pilaren in de grond gezet. En die pilaren die worden verbonden met kabels. En daardoor, niet alle steunpilaren zijn nodig. En doordat de kabel strak getrokken kan worden, dan krijg je een mooie string. En dan zie je dat de dieren in de rivier en ook op de berg gewoon kunnen blijven leven. Want die pilaren die gaan de lucht in en het vervoer gaat er overheen. En het is elektrisch en elektrisch vervoer is bijna geruisloos. Dus de dieren worden ook nog niet gestoord in hun leefomgeving, zoals wij dat bijvoorbeeld kennen bij vliegvelden, bij de mens. Maar wat doet Yunitsky String Technologie dan? Hij gaat verder door de kabel strak te trekken en de uiteinden te bevestigen aan een eindstation. En dat moet je echt zo zien zoals bij een gitaar. Daar heb je ook van die snaren. En die worden ook aan het eind bevestigd en strak getrokken. En op zo'nzelfde soort manier, maar dan anders, want het zijn veel grotere kabels, gaat dat hier ook gebeuren. Die eindstations moeten daarom heel sterk zijn. En die kabels die kunnen ook nog omwikkeld worden met een stijf omhulsel. Daar heb ik straks ook een voorbeeld van. En dan is het heel sterk en kan er heel zwaar materiaal overheen. En als ze de trein in stukken zetten en met kleine passagierscabines gaan werken, dan is de belasting op die spoor veel minder. En dan kunnen de auto's gemiddeld ongeveer elke 10 seconden achter elkaar rijden. En dan is de belasting op die rail ook veel minder. Hier links ziet u een beveiliging met een ontsporingssysteem. Bovenin op de rail, op het linkerplaatje, zie je de wielen. En links en rechts in het oranje gedeelte, daar zijn de ontsporingssystemen. Die zijn op deze manier, wordt ervoor gezorgd dat de wagon nooit kan ontsporen. Het onderste plaatje links, of de twee onderste moet ik eigenlijk zeggen, die laten het wiel zien. Het wiel die zorgt dat er staal op staalwrijving is en daardoor ook veel minder energie wordt verbruikt. Dus dat is een heel groot verschil. En dan zie je in het midden ook nog een foto van hoe het in het echt is, hoe het in de kappen bovenop de wagons zit. Hier is de kap af, dan zie je daar de wielen zitten en ook het ontsporingssysteem zie je zitten. En rechts, daar zie je een doorsnee van een kabel, van zo'n lijn. Dan zie je het vierkante omhulsel, daarin zitten de strings, daar kunnen er meer of minder zijn, dat ligt er nog wel aan. En die strings liggen in een polymeeroplossing. En dat is gedaan zodat het niet kan gaan roesten. En dan zit er over dat ijzeromhulsel zit nog een extra harde laag. En die is ervoor dat het systeem zeker minimaal 25 jaar onderhoudsvrij is. Dat is heel belangrijk. Dat kost straks per kilometer bijna geen enkele cent aan onderhoud. Alleen aan controle natuurlijk. En ook het energieverbruik is veel minder. Want bij een auto komt aan de voorkant, door de schuine voorkant van een auto, gaat de wind er wel heel mooi overheen. Eronderdoor iets minder. Maar achter krijg je luchtwerveling. Een circulatie van lucht. En die zorgt dat een voertuig afgeremd wordt. Als je dan kijkt bij de Uniflesh, die is ook getest in de windtunnel. Dan worden de windsnelheden niet tegengehouden. De beïnvloeding is helemaal niet aan de orde voor de wind. Dus de snelheid die kan erin blijven. De windcirculatie zie je hier helemaal niet. En dat is wel heel mooi. Wat kan er hiermee bereikt worden? Natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Maar het transport wordt ook versneld en de files worden opgelost. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En inmiddels zijn er ook opleidingscentra. En daar zijn studenten ingeschreven, die krijgen daar training. Dat zie je rechtsonder op het plaatje. En inmiddels zijn er ook al studenten afgestudeerd. Hier moet ik even uitleggen hoe de verschillende strings zijn. De bovenste zie je een doorhangende lichtgewichtsstring. Dat is het plaatje ernaast, een heel smal plaatje. En als je dan ziet bij het volgende plaatje, ligt er een bril op rechts. Zo dun is zo'n string. En hier zitten er 3 van die bekabelingen in. Om het sterk te houden. Er gaat lichtere voertuigen gaan hier overheen. De middelste string, dat is een enkele string. Die is hetzelfde als wat ik net uitgelegd heb met die ijzeren omhulsel en die polymeeroplossing erin. En de onderste is een dubbele. Het is eigenlijk hetzelfde als de middelste, maar dubbel. Dus er kan onder een wagon aanhangen, die kan rijden, maar ook boven. Dan kunnen er met 2 verschillende snelheden gereden worden. Onder bijvoorbeeld 150 km per uur. En boven kan men van A naar B, van stad naar stad gaan. Wat ooit honderden kilometers uit elkaar ligt in andere landen. En dan kan daar met een hogere snelheid overheen gereden worden. En hier links heb ik nog een keer in het echt een doorsnee. Dat was op de beurs in Berlijn. Dan zie je die man die erbij staat, hoe die arm, dan zie je hoe klein dat zo'n doorsnee van zo'n rail is. Valt best allemaal mee. Als je dan gaat vergelijken met een wegbedding aanleggen, dan komt daar veel meer materiaal bij kijken. Dus dit is ook nog eens milieuvriendelijker in aanleggen. Maar alvorens de markt te betreden moet elk voertuig getest worden. Moet onderworpen worden aan heel veel testen. En dat is allemaal gebeurd. En hier zie je dus een aantal documenten. Linksboven zie je Nadezhda Sagarevo. En die ontvangt een certificaat. En rechtsonder zie je de heer Anatoli Yunitsky. En die ontvangt ook certificaten. En zo zijn er al heel veel certificaten gekregen. Hier zie je er een aantal ervan. Hier zitten ook patenten tussen. En onderscheidingen. En hier ook nog een aantal patenten en onderscheidingen. Linksboven dat paardje is een hele belangrijke onderscheiding geweest. Want ze zijn in 2019 is YouSky met Yunitsky String Technologie een van de experts geweest in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Nou, hoe geweldig is dat? Er zijn maar weinig landen, of weinig bedrijven die dat kunnen. En op 16 februari 2018 is hij lid geworden van een grote internationale organisatie. De International Association of Public Transport, UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. Maar als je dan kijkt, uit 96 landen, dan is het toch heel uniek dat wij erbij zijn van de 1400 transportbedrijven die er zijn. Uit elk land komen maar een paar bedrijven in aanmerking om daar te komen. Hier zie je als mensen geïnteresseerd zijn in de techniek, technische dingen willen weten, dan kun je naar deze site gaan en er staat alles omschreven. Er is niks geheim, en natuurlijk wel bepaalde dingen waar hij patent op heeft, maar hier zie je al genoeg om voor de techneuten te weten hoe het systeem een beetje werkt. En mensen die niet zo technisch zijn, die kunnen het hier op een makkelijke manier lezen. En dan weten we ook waarover het gaat. En wij hoeven niet precies te weten wat er in die motor gebeurt en hoe de formules zijn. En alle andere verhalen eromheen, die worden hier omschreven. En formules worden hier totaal niet tussen gezet. Dit zijn de modellen. En links zijn de modellen die we al heel lang kennen. Maar er is iets nieuws. Rechts onder die twee zijn nieuwe modellen. En die zijn besteld door een bepaald land. En ik geloof dat ik er nog een afbeelding van heb hierna. Maar daar zijn al gesprekken mee geweest. En er worden dus nu de modellen gemaakt om uitgetest te worden. Om straks ook te kunnen in zijn land te kunnen gaan gebruiken. En bovenin zie je weer de Uniflesh die 500 km per uur kan halen. En de anderen kunnen allemaal tot 150 km per uur. Dit zijn de bedrijfsgedeeltes, de wagons. Links zie je iets wat bovenin kan men vullen met ijzererts of zand of wat dan ook. En men kan het lossen door het onder open te maken en dan valt het op een ander voertuig of in een fabriek waar het verder verwerkt kan worden. Daaronder zie je een container. Daar is men al in de Verenigde Arabische Emiraten heel erg ver mee met testen op een korte baan. Daar hebben ze de snelheid nog niet kunnen halen, maar alle andere dingen zijn getest. En zo gauw als de baan klaar is waar ze nu de bekabeling in aan het leggen zijn... 2 banen, moet ik zeggen, van 240 meter, nee, ja, van, geen 240, van 12, even kijken, meer dan 2,5 kilometer lang, ik zeg het verkeerd, van 2,5 kilometer lang en daar kunnen ze de snelheid wel halen. En de derde plaatje van boven, dat is het transportband, die kost om aan te leggen per kilometer 4 miljoen, dat is een groot verschil met... Als men in een land het hele jaar door een vrachtwagen met chauffeur en meerdere vrachtwagens moet laten rijden. En linksonder zie je nog een keer het transportband van bovenaf. En rechts zie je het hangende containervervoer. Dat is namelijk ook ontwikkeld. Hier nog even het grote plaatje van het transportband. Het gewoon heel duidelijk is, die transportband, er ligt alles netjes rechtop. En op het eind dan komt men bij een soort opvangbakken. En daar wordt het in... ja, weggedraaid, erin gedraaid en dan gaat de transportband weer verder om weer terug te gaan naar de plaats van bestemming om daar weer nieuw materiaal op te halen. Er zijn 2 prioriteitsrichtingen en dat is personenvervoer en containervervoer. In eerste instantie is dit begonnen met personenvervoer, maar inmiddels is het containervervoer veel en veel belangrijker geworden. En heel veel landen staan in de rij om dit te kunnen gaan bouwen. Want er scheelt natuurlijk heel veel gevaar en files, maar ook voor heel veel landen om het vervoer niet door gevaarlijke bergen heen te laten gaan. En dit is het kantoor van Yunitsky String Technologie, linksboven. Rechts zie je het nieuwe kantoor wat ze pas een jaar geleden betrokken hebben. En daaronder zie je een productiehal. En in die productiehal zie je een beetje bovenin, achterin, een wit gedeelte. Dat was hun allereerste kantoor waar ze mee begonnen zijn. Daarna zijn ze naar een iets groter kantoor gegaan. En inmiddels hebben ze het plaatje erboven dat kantoor vorig jaar betrokken. Dus de groei zit er echt goed in. En dit was het bedrijfsterrein wat men kreeg om te gaan bouwen. Het was een oud, vervuild militair terrein. En dat hebben ze helemaal ontwikkeld. Dat was in 2015, zijn ze mee begonnen. En in 2019 zag het er zo uit. Het was helemaal ontwikkeld. Ook, ik heb het gezien in 2018 en 2019. Ik ben daar geweest. Het staat er echt. Het is er allemaal. En ik ben benieuwd hoe het nu is, want ik ben vanaf 2019 niet mee geweest. Daarna ben ik in de Verenigde Arabische Emiraten wezen kijken. En ook daar wordt veel ontwikkeld. Dit is als een wagon niet meer verder kan. Stopte om een of andere reden. Dan hoeft men nooit bang te zijn dat mensen niet meer eruit kunnen. Want er komt een volgende wagon aan en die koppelt hem aan. Want aan die wagons, dat zie je rechts onderop het plaatje, zit voor en achter een soort trekhaak. En kan men aankoppelen en kan men naar het volgende station brengen. Maar mocht dat om een of andere reden niet gebeuren, er zijn altijd meerdere opties. In de wagon zitten zelfs een soort touwladder, waar mensen zelf ook nog via een touwladder naar beneden kunnen. Dat het echt goed vastgekoppeld is en niet gevaarlijk is om naar beneden te gaan, mocht dat nodig zijn. Maar meestal kan een wagon gewoon aangekoppeld worden en naar het volgende station gebracht worden. Maar je ziet, ze houden overal rekening mee, ze denken overal aan in de ontwikkeling. Dan gaan we nu even verder van in de Verenigde Arabische Emiraten vertellen wat er is. Want u ziet daar Dubai, maar daarboven zit Sharjah. En in Sharjah, daar staat het testcentrum. Maar ook in Dubai komen ontwikkelingen en zelfs in Abu Dhabi, de onderste gedeelte. Maar nu ga ik het dus hebben over Dubai en over Sharjah. Want er is in Dubai een beurs geweest en daar hebben de leiders dit gezien. Dat was in april 2018. De sheiks, die zijn niet gek, die weten heel goed wat het is. En die zagen de potentie hiervan en hebben meteen gezorgd dat ze Anatoli Yunitsky in gesprek kunnen komen. En ze hebben een stuk grond ter beschikking gesteld. En in september 2018, dus een paar maanden later, hebben ze het al ondertekend. Rechtsboven het plaatje zie je daar de Arabieren en Anatoli Yunitsky aan het ondertekenen zijn. En daarna zijn ze naar het park gegaan, of ja, de woestijn waar het park moest komen. Hebben ze officieel een opening gedaan dat dit gedeelte voor Anatoli Yunitsky was om te bouwen. En het eerste traject wat ze klaar hadden was een 400 meter baan. Achterin zie je het station nog in aanbouw, maar de rail was zo ver gemaakt dat ze al konden gaan testen, want ze wilden zo snel mogelijk data krijgen om te kunnen berekenen en hoe het allemaal werkte. Als je dan kijkt van het station naar de eerste pilaar is 100 meter... En tussen de twee pilaren in is 200 meter. En dan is van deze pilaar hier dichtbij naar het station, wat we niet zien, is ook een 100 meter. Dus dit is een 400 meter baan. En deze hebben wij inmiddels gezien. Erwin en ik hebben er ook mee mogen rijden. Wij hebben dit gezien, we zijn daar eens kijken. En we hebben in een wagon gezeten, we hebben daar kunnen rijden. Het was gewoon echt super mooi. En dit is de binnenkant. Als je dan kijkt, de rondonde linksboven op het plaatje. Wij kwamen daar met de bus aan en mochten in het houten ecohuis. Linksonder zie je het ook aan de buitenkant. En bovenin in het midden zie je de binnenkant. Toen wij er waren, waren de planten al verder aangegroeid. Was het allemaal al groter. Maar het was zo raar. Buiten was het warm. En wij komen in dat houten huis. En het was gewoon heel aangenaam koel. En dan moet je, ja, als je kijkt, het is allemaal natuurlijke materiaal. Het houten huis, maar ook de planten. En dan moet je een beetje zien zoals als je in een bos loopt, als het heel heet is. Dan is het in een bos ook fijn lopen, dus een aangename temperatuur. Nou, zoiets verschil moet je eigenlijk een beetje zien, is dit ook. En rechtsonder zie je de in aanbouw zijn de stations. En rechtsboven is een groep mensen die mochten in de Houten Ecohuis naar boven. En die konden zo over het park heen kijken. En dan zie je de ronde bogen die gebouwd zijn, waar ze nu bezig mee zijn om daar de strings dus doorheen te hangen. Dat is voor de 2,5 kilometer baan. Hier kijken we doorheen. Deze foto hebben we zelf gemaakt toen wij daar waren. Want wij mochten daar geen foto's maken. Daar vertel ik zo meteen wel meer van. Dat had een reden. Maar dan zijn wij de volgende dag teruggegaan. En we zijn daar rond gaan rijden. We hebben iemand gevonden die ons daar, een taxichauffeur die ons daar rond ging rijden. En hier waren we weer op het terrein. Dat bleek achteraf eigenlijk niet te mogen. Maar dat wisten we niet. We mochten er wel op. De man die ervoor stond maakte de slagboom open en wij konden het park oprijden. En zo hebben we hier een foto gemaakt. Hier kijk je dus 2,5 kilometer ver weg naar achter toe. En links zie je dan ook het station. Maar dat was wel heel uniek om te zien. En hier zie je een aantal foto's van de 400 meter baan. En linksboven zie je de wagon die er is, waar wij mee gereden hebben. Die daar al de hele dag constant op en neer rijdt. En dit zijn de laatste nieuwe foto's. Hier zijn ze bezig om de stringrail aan te leggen vanaf het station links daar, naar de andere kant, 2,5 kilometer lang. Dus ik heb daar een pijl bij gezet, dat je daar kunt zien, maar dat kun je hier haast niet zien. Maar daar liggen de strings, de rails allemaal. En die worden geleverd door het bedrijf Bekaert uit België. Dus echt een Europees bedrijf. En rechts zie je nog een paar foto's en de onderste van de rechterfoto's, dan zie je ook dat ze de container aan het testen zijn. Kan allemaal binnen, kan allemaal over die rail heen. Het duurt even voordat de volgende komt. Hier de containers ook nog een keer, verschillende foto's ervan. Toen wij daar waren hebben we die ook allemaal gezien. Hier zie je de bouw van de nieuwe wagon. Rechts zie je de Uniflesh, die kennen we al. Dat die gebouwd wordt in de fabriek. En links zie je de nieuwe wagon. Je ziet een beetje die hoekige structuur. En dat wil dus zeggen dat er productie gemaakt wordt. Want sinds 2014 ontwerpt en bouwt en certificeert het bedrijf elektrische overheid transportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En nu zijn ze... hebben ze aangekondigd dat ze van de ontwerptest- en certificeringsfase overgestapt zijn naar de commerciële verkoop op de internationale markt. Dat is vanaf 2021. En dit is de ingang naar dit bord, 100 meter verder rechtsaf, om het park op te komen. En hier staan twee mannen bij dit bord om het aan te wijzen. En als je tussen die handen doorkijkt, dan zie je er achter het station staan en rechts daarnaast, een beetje achter die auto, zie je het paviljoen met erachter het houten huis. En die twee mannen daarvoor, heel veel mensen vragen mij, ja maar, die Anatoli Eduardovich, die is al over de 70. Wat als hij er daar niet meer is? Dan valt alles in elkaar. Nou, kan u blij maken, dat is niet zo, want hij heeft ook kinderen. En rechts ziet u zijn zoon staan. Dit zijn formulieren voor certificering voor warm klimaat. En dat voldoet dus aan alle veiligheidsnormen. Hier is niet alleen de wagon getest, maar ook de constructie van het spoor. En het anker steunen en het tussensteunen en het station. Dus niet alleen de wagon, maar ook alle andere dingen die er omheen zijn. Hier moet veel meer getest en gecontroleerd worden als bij het maken van een auto. Want zoals Tesla bijvoorbeeld een auto maakt, dan wordt de weg niet getest waar hij op rijdt. Dan is het alleen puur dat ene model auto. Maar hier zit zoveel meer bij. Wat getest moet worden en wat allemaal goedgekeurd moet zijn. En waar ze allemaal verstand van moeten hebben. Het is niet alleen vervoer rijden, maar ga maar eens eraan staan. Ga maar eens alles bouwen. De spoorsconstructie en alles meer. Het is heel, heel veel hoor. Maar het is allemaal geslaagd. En daarmee voldoen ze aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En het zal de besluitvormingsproces van toekomstige klanten over heel de wereld vereenvoudigen, want geen één land hoeft deze testen nog te doen en hoeven deze veiligheidseisen niet nog een keer te controleren. Dit is door een gerenommeerd bedrijf getest en goedgekeurd gevonden, wat wereldwijd alles test wat nodig is. Dus Yunitsky String Technologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden. En hij kan zijn klanten hoge kwaliteit aanbieden. En inmiddels zijn ze in gesprek met autoriteiten in Abu Dhabi, Dubai, Sharia en buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Dat is heel belangrijk om te weten. Daar zijn ze mee in gesprek. En wat zei Yunitsky? Er is namelijk een aanbesteding bezig. En die aanbesteding, die is voor Dubai. En er hebben een flink aantal landen ingeschreven, of bedrijven ingeschreven om mee te doen om dit te mogen bouwen. Er zijn er 4 of 5 van overgebleven. En ook Yunitsky String Technologie is overgebleven. En wat zei Yunitsky? Wij doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien biedt YouSky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is wel aan de heersers van Dubai om te beslissen. Maar dit is dus heel belangrijk. En naast Yunitsky String Technologie zijn de andere bedrijven, een bedrijf uit China, de VS, Israël en Frankrijk. Die zijn betrokken geweest bij deze competitie. En Sharia bekijkt ook een voorgestelde lijn. Voor een belangrijke stad te verbinden met de oostkust van Kokfakan. En Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, die is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharia. En die heeft al interesse getoond in het traject. En dan moet je bedenken waar die pijl nu staat. Van links van waar het testpark ongeveer is, naar dwars door de Emiraten heen, naar rechts ook door Sharia heen, naar rechts. En daar is een haven. En die haven willen ze verbinden met de andere kant van de zee. En dat is vooral belangrijk voor de schepen om alle containers en alles te kunnen vervoeren. En ook van de luchthaven om dan ook weer, als iets verder moet per schip, dat het ook per schip weer heel makkelijk verder kan. Als je van links van de Sharia kijkt naar rechts, dan is van linksaf eerst 100 kilometer over een gladde weg. En daarna, de laatste 25 kilometer, is door bergen. Dus hier zijn alle uitdagingen voor Yunitsky String Technologie aanwezig om te laten zien dat hij niet alleen op gladde wegen kan, gladde land kan bouwen, maar ook door de berg heen is het heel belangrijk om te laten zien. Men hoeft niet hier wegen aan te leggen, men kan vanuit de lucht bouwen met ook de drones die ook in ontwikkeling zijn en die op dit moment al 750 kilo kunnen tillen om te kunnen bouwen vanuit de lucht, maar dat moet naar 1500 kilometer. Het is berekend dat het moet kunnen naar 1500 kilometer. En dan gaan we nu even naar Dubai. Dan zien we links plaatje bovenin een vliegveld en onderin een vliegveld. Daarin komt een traject van ongeveer 45 kilometer. En van het bovenste vliegveld gaat ook nog een traject naar de haven. En het onderste vliegveld natuurlijk ook. Zo is er een driehoektraject wordt er aangelegd. Dat moet ook berekend worden. En dat kan Yunitsky String Technologie eventueel ook doen, want containervervoer zal natuurlijk ook heel belangrijk zijn. En rechts zie je ook nog dat het traject onderin van de haven naar het onderste vliegveld, dat dat een traject is van, 18 kilometer en daar zouden we ongeveer 14 minuten over doen om van A naar B te rijden. En hier zie je Oleg Sharatsky en die wijst aan waar de stations allemaal kunnen komen. Hier is gewoon al de stopplaatsen aanwezig waar de stations kunnen komen. Hoe mooi is dat? Wat zijn de belangrijke voordelen? Want de bedrijfskosten die bedragen veel minder dan de helft van het conventionele vervoer, maar ook belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Want kijk eens naar dat plaatje. De mensen die er allemaal ingeduwd moeten worden, dat kan haast niet. En dat is voor Yunitsky String Technologie een hele mooie uitdaging. Die kan veel sneller mensen in wagons laten stappen, hup weg, volgende erin. Dan krijg je deze taferelen niet meer. Maar ook voor de containervervoer kunnen ze later lostijden flink verkorten. En ook de grondwerving is natuurlijk veel minimaler. Ze hebben maar de oppervlakte van een bospad nodig. Maar ook dure terminals zijn helemaal niet meer nodig. En als je rechtsboven dat kleine plaatje kijkt, daar staat $0,01 cent. Dat wil zeggen dat alles wat vervoerd moet worden, kost $1 cent per ton per kilometer vervoeren. En dat is veel en veel goedkoper als de concurrentie. En rechtsonder zie je hoe weinig grond dat ze nodig hebben. Want zelfs tussen snelwegen in kan men een pilaar plaatsen. En dan kan het vervoer van Yunitsky String Technologie daar overheen gaan. Er hoeft ook zelfs geen nieuwe grond aangekocht te worden. Maar het transport en infrastructuur wordt nog meer onderscheiden, want er is een hoge efficiëntie, een lagerschadelijke gevolgen voor het milieu en een hoge mate van veiligheid ook voor in het personen- en vrachtvervoer, maar het is zeker ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. En het is ook betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En met extreme luchttemperaturen moeten we denken aan min 60 graden in sneeuwgebieden, of plus 60 in warme landen zoals de Arabische Emiraten. En waar ook eventueel zandstormen en alles kunnen zijn. Daar moet het op getest kunnen worden of dat het daar ook allemaal tegen kan. En de zand kruipt overal in. En gaat zo'n wagon dan kapot of blijft hij rijden? Nou, daar zijn ze nu al 2 jaar mee aan het testen. Dus ze zullen de mankementen er zeker wel uitgehaald hebben. Maar wat het milieu betreft, het is een verhoogde route. Dus de biodiversiteit in natuurgebieden zal heel erg omhoog gaan, want dieren worden niet meer platgereden. Dus de baan vernietigt ook daardoor geen vruchtbare grond en de trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. Om nou even over de kosten te hebben. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. Met een jaarlijks onderhoud van 100.000 per kilometer, hè? Dus niet alleen die 30 miljoen per kilometer ervoor te bouwen, maar elk jaar kost een route onderhouden, iedere kilometer die er ligt, kost $100.000. Als je dan kijkt wat Yunitsky String Technologie heeft, dat is een groot verschil. Maar als je dan de Hyperloop bekijkt, er is nu geschat dat die ongeveer 50 miljoen per kilometer kost. Maar we weten allemaal wat ze van tevoren schatten. Dat zijn allemaal hele mooie bedragen, maar daar gaat het gigantisch overheen. Want deze technologie is nog maar in conceptfase. Dus het zal nog wel duurder gaan worden. En een kilometer metro, die kan zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. Als we dan hetzelfde deel van die Yunitsky String Technologie gaan kijken, dat die ongeveer 10 miljoen kost, met gemiddeld tussen de 1 en 10 miljoen voor aanleggen. Makkelijke ondergrond 1 miljoen en lastige ondergrond 10 miljoen. Met een gemiddelde prijs van 5 miljoen per kilometer, dan is dat een groot verschil. Als dat je gaat kijken naar de bedragen die ik hier heb genoemd, wat per aanleg kost per kilometer. Maar ook het onderhoud is bij Yunitsky String Technologie bijna nihil. Dus dit gaat echt de hele industriële revolutie veranderen. Hier heb ik het bedrijf Bekaert, die bekabeling die er ligt, die rollen. Er zitten allemaal kabels op en die wordt geleverd door het bedrijf Bekaert uit België. En ik kom nog eens in België om mensen uitleg te geven. En als ik het bedrijf Bekaert noem, dan zegt iedereen, oh, maar als die leveren, dan is het wel betrouwbaar. Want dat is zo'n groot bedrijf, die gaat echt niet in zee met een bedrijf wat niet betrouwbaar is. Dus nou, hoe geweldig is dat, dat wij hier in de omgeving een land hebben waar een bedrijf zit, waar Yunitsky String Technologie mee samen wil werken, omdat ze zo'n geweldige kwaliteit leveren. Nou, dat kan toch bijna niemand zeggen. En dit is Vladi Volkov, daar werken wij veel mee samen. En die staat hier in het park in Belarus. Daar zie je aan de kiezelsteentjes op de grond. Ik heb zo meteen ook nog een foto met gewoon zand op de grond. Dan kun je zien dat hij in de woestijn is. Maar bekabeling wordt dus in Belarus geleverd, waar ze aan het bouwen zijn, waar het heel het park al langer staat. En vanaf 2018... in de Verenigde Arabische Emiraten en op beide landen wordt deze bekabeling door de firma Bekaert geleverd. En dat kun je echt zien, want hier zie je de plaatjes erop. En wat staat daar? Bij de namen Yunitsky String Technologie. Daar moet het naartoe en het komt van de firma Bekaert. En hier zie je ze nog een keer op de rol staan. Maar nou zijn er heel veel mensen, zeker wij zijn al vanaf 2016 bezig, en dan snap ik dat het lang duurt, want men dacht eerst dat het sneller klaar zou zijn, maar door bepaalde ontwikkelingen en tegenwerkingen die er gebeurd zijn, is het allemaal een beetje tegengevallen. Maar het mooie ervan is dat het bedrijf door is blijven gaan. En zelfs in deze pandemie, toen het voor heel veel bedrijven slecht ging en heel veel bedrijven nu niet meer bestaan, heeft Yunitsky String Technologie toch kunnen overleven. Als je dan kijkt, dat ze in 2015 de grond hebben gekregen en hebben kunnen beginnen met bouwen, hebben ze in 2016 het eerste model klaar wat ze konden gaan testen. En in 2017 kwamen er nog 2 meer bij, hadden ze in totaal 3. In 2018 kwamen de Arabieren erbij die dit interessant vonden. En in 2019 was de eerste 400 meter baan gebouwd en kon men gaan testen. Hoe snel gebeurt dit allemaal? Als je dan kijkt in een jaar tijd. Andere bedrijven doen er jaren over om een nieuw model te ontwikkelen. Want in 2020 is er zelfs het model bekendgemaakt. Dus eind 2019 was het al. Ongeveer. En 2020 konden ze het gaan testen. Is de Uniflesh. En dat is een wagon die tot 500 km per uur kan. Waarschijnlijk nog iets harder. Als je dan kijkt dat ze dat allemaal hebben kunnen ontwikkelen. Zoveel verschillende modellen. En dan ook nog in 2021 tijdens de pandemie het containervervoer hebben kunnen ontwikkelen. En kijken hoe ze daarmee het beste de vervoer konden doen om het ook voor het bedrijfsleven goedkoop te maken. Dan is er in al die jaren heel veel gebeurd. En het mooie is, wij zijn hier allemaal een stukje eigenaar van. We hebben niks hoeven te doen, we hebben geen zorgen gehad, we hebben gewoon af kunnen wachten. Een beetje geld gegeven ter ondersteuning, maar er werd gewerkt en er wordt voor ons gewerkt. Want we zijn mede-eigenaar. Hoe mooi is dat? En er is zo ook een journalist geweest en die zag dit of hoorde dit en die dacht, dat wil ik zien, ik geloof er niks van. Dus die heeft een afspraak gemaakt, is gaan kijken, vroeg dat hij mee mocht rijden. Ja hoor, dat mocht. Heeft er een filmpje van gemaakt, op internet gezet. En dezelfde dag hebben een aantal mediabedrijven, onder andere Fox News, CNN, maar heel veel andere mediabedrijven, allemaal dat filmpje overgenomen en stukken van het filmpje eruit gehaald. Het is zelfs bij het journaal gekomen. Hoe mooi is dat? Maar ook een boek van voor de techniekmensen, die heeft er aandacht aan gespendeerd. Dat boek heet The Construction Week en die heeft het model van Yunitsky String Technologie op de voorpagina gezet, maar ook een heel aantal pagina's binnenin volgeschreven van hoe geweldig dit transportgedeelte is. En de mediabron van World Construction Today die schreef, op basis van de manier waarop Yunitsky String Technologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat de transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien wel het overschatte project van Virsing Hyperloop. En we weten allemaal wat de Hyperloop is. Ze schreven nog verder. Het ingenieursbureau gaat het passagierssegment in de praktijk brengen, terwijl Virsing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Er zijn wel andere landen nog die het wel doen, maar Virsing Hyperloop stopt. En ze schrijven, vaak reizigerstreinen die versnellen boven de 1000 km per uur. Was Virsing Hyperloop verzekerde destijds dat het deze lijn in de praktijk zou gaan brengen. Maar niet zo lang geleden maakte Virsing zelf bekend dat ze het idee van personenvervoer heeft losgelaten. En ze gaan alleen verder met het transportgedeelte. Dus geen personenvervoer. In Nederland zijn wel universiteiten ermee bezig, maar dat is niet van Virsing Hyperloop zelf. Virsing Hyperloop is ermee gestopt. En ze schrijven, de auteur van Yunitsky String Technologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden, als gevolg van de pandemie, Yunitsky String Technologie zijn plannen niet heeft opgegeven. Zelfs de COVID-19 is geen belemmering geworden voor Yunitsky String Technologie. En het blad schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt. En in deze moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Yunitsky String Technologie zijn plannen niet op. En wat biedt Yunitsky String Technologie op het gebied van personenvervoer? Het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaducttransport en infrastructuurcomplexen. Gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. Dus er is meer, hè? Virsing Hyperloop kondigde destijds aan dat het passagierscapsules ging bouwen die in zeer lage drukbuizen konden reizen, met snelheden van meer dan 1000 km per uur. De media, die was al enkele jaren heel erg enthousiast en die bespraken het idee, maar ook de mogelijke timing en de kosten van de implementatie ervan. Maar er waren ook mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En de publicatie van de eerste versie van het Hyperloop concept leidde dan ook tot veel discussies tussen wetenschappers en ingenieurs. En ze schreven wel dat Yunitsky String Technologie de betere versie had van Virsing Hyperloop. Dus het is anders, het is niet hetzelfde. Hè? En dat ook Yunitsky String Technologie ontwikkelt ook alternatief transport. En ze hebben vorig jaar een certificaat van conformiteit met veiligheidseisen ontvangen van het internationale organisatie TÜV SÜD. Nou, dat is een hele belangrijke internationale organisatie. Veel mensen kennen het misschien niet, maar ga het maar eens opzoeken. Als je daar dus een veiligheidseisen goedgekeurd van krijgt, die zijn zeer, zeer streng en die hebben dit allemaal goedgekeurd. En kort nadat ze de goedkeuring hebben gehad, heeft Yunitsky String Technologie de start aangekondigd van zijn commerciële projecten. Er zijn inmiddels ook al testritten geweest met verschillende afgevaardigden van landen toen ze dat gehoord hadden. En er zijn flink wel landen die er al een testrit hebben gemaakt. Ik ga noem er een aantal, er zijn er nog meer. Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haïti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho en andere landen. En over het Koninkrijk Lesotho heb ik nog wel een heel mooi verhaal. Want daar hebben wij, toen wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren, hebben wij dat gezien. Wisten we toen op dat moment natuurlijk niet, maar het was wel heel mooi. Maar inmiddels zijn afgevaardigden uit de volgende landen, ook die proefritten hebben gemaakt in het elektrische voertuig, heel erg enthousiast. En er is Rwanda, ach, ik heb dezelfde twee keer. Oh nee, daaronder. Delegaties uit de volgende landen zijn inmiddels in gesprek. Ze zijn niet alleen dus een testrit hebben gemaakt, maar ze zijn inmiddels ook in gesprek. En dat zijn de delegaties uit landen van Egypte, Saudi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. En hier zijn al verschillende opties besproken met samenwerkingsverbanden. En ik heb al iets vernomen dat er een traject binnenkort bekendgemaakt gaat worden, wat echt gebouwd gaat worden. Nu weet ik het nog niet zeker wanneer het naar buiten gebracht gaat worden. Maar hier is het in het ecohuis, en dat hebben wij ook gezien in het ecohuis. Daar is een mini-baan gemaakt in het klein, zodat alle afgevaardigden die komen kijken het in het klein kunnen zien. En dan zie je onderin een dubbele Uniflesh die over de baan heen rijdt. Je kunt het eronder niet zien, maar eronder gaat ook een wagon op en neer. En bovenin zie je de doorhangende spoorstructuur en daar laten ze ook een wagon overheen rijden. Die gaat constant een heel op en neer. Helemaal achterin zie je een soort flat, moet je het voorstellen. Dan gaat zo'n wagon weer in die flat en die komt aan de andere kant weer uit en dan rijdt weer rond en die gaat weer terug. Je moet een woontoren voorstellen. Dit zijn enkele delegaties die zijn geweest. Er zijn echt foto's van gemaakt, dus dat je ziet dat het geen onzin is. Ik heb niet alle plaatjes genomen, maar er komen telkens foto's naar buiten van delegaties die zijn gekomen. En die worden alleen maar gepubliceerd, deze foto's, als de delegaties ook werkelijk willen dat het naar buiten gebracht mag worden. Dus dan heb je hier onder andere Zwitserland. Hier heb je Brazilië. En Brazilië, dat zijn geen overheidsfunctionarissen hier. Inmiddels zijn het burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. En wat wil dat zeggen? Als er burgemeesters en ondernemers komen, dan wil dat toch zeggen dat bepaalde trajecten langs steden en dorpen gaan, waar burgemeesters ook iets te zeggen hebben. En waarom komen er ondernemers? Die moeten weten hoe het eruit ziet als ze moeten gaan bouwen. Moeten ze wel weten wat ze moeten bouwen. Dus dan zie je links een aantal burgemeesters en ondernemers die hier aan het luisteren zijn. Rechts een kleine plaatje. Dan zijn ze in het centrum waar alles via computers in de gaten gehouden wordt en alles gecontroleerd wordt. Het controlecentrum. Dan heb je foto's van Vietnam. En dan zie je rechts dat daar in Vietnam hebben ze zelfs een transnet opgericht. Dat is een speciale afdeling die in Vietnam alles gaat beheren en begeleiden. Dus dat is wel heel belangrijk. En hier Rwanda. De ambassadeur van Rwanda, die is hier samen met zijn vrouw. En ook met nog met Claire Akamansi. En die was er ook met een collega. En die zijn ook het systeem van Yunitsky String Technologie komen bekijken. En die hebben ook uitleg gekregen van Yunitsky zelf. Dat zie je linksboven op de foto. En dit is een project voor Rwanda. In Rwanda willen ze die nieuwe wagon, die ik daar straks liet zien, die hoekige, die is afgeleid van deze wagon. Deze is al getest in het park in Belarus. En zij hebben hier een afgeleide van willen hebben, waar gewoon wat meer mensen in kunnen. Dus dat is het model geweest waar ik straks ook al wel liet zien in de productiehal dat die gemaakt worden. Dus dan weet je al dat er meer afspraken zijn als wat wij nu kunnen vertellen. En ook vertegenwoordigers van Rwanda waren dus heel erg geïnteresseerd. En zij zijn ook vooral geïnteresseerd dus in de Unilights. En dat is de linkse, maar ook de Unicar. En dat is de rechtse foto. En dat zijn de twee belangrijkste modules die ze in gebruik gaan nemen in Rwanda. Oh, hier heb ik de foto's nog een keer. Ik dacht dat ik ze niet had, maar ik heb ze wel tussen gezet. Dus dit zijn de twee modellen die in de productiehal worden ontworpen. En er zijn, dit is gewoon door slechts één ontwerpbureau gedaan. Maar er zijn meerdere ontwerpbureaus die daarmee hier aan het werk zijn. Want er moet heel veel ontwikkeld worden en ontworpen worden. En ik heb begrepen dat er meer dan 50 ontwerpbureaus zijn om samen te zorgen dat ze zo'n wagon voor elkaar hebben. En dan hebben wij hier, denken wij van nou, het is zo gebeurd allemaal. Maar als je ziet dat meer dan 50 ontwerpbureaus samen moeten werken, dat er heel wat bij komt kijken voordat dit soort dingen gebouwd kunnen gaan worden. Hier links zie je het kantoor nog een keer, maar rechts, daar zie je een dame uit Kirzingen. En zij heet Shara Pat Masitova en zij beheert twee transportbedrijven. Ze is de algemeen directeur van een bouwbedrijf in Kirzingen. Dat wil zeggen, als er weer iemand komt van een transportbedrijf, dat er toch wel al meerdere gesprekken zijn om te kijken wat er in zo'n land kan gebeuren. En dit is de koning van Lesotho. Lesotho is een land wat in Zuid-Afrika ligt, maar die ligt niet aan een zee. Dus die hebben geen haven. En wat ik daarnet zei, toen wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren en wij mochten het park daar bezoeken, toen kwam er op een gegeven moment een delegatie aan met gepantserde wagens. En toen moesten wij wachten, want die mensen mochten even voor. En dat vonden wij heel raar, want die kwamen met filmtoestellen en die mochten filmen. En ons was gezegd dat wij niet mochten filmen. Maar wisten wij waarom? Achteraf hoorden wij dat dus de koning en koningin van Rwanda, van de Lesotho waren geweest. En daarom, toen begrepen wij achteraf van, daarom mochten wij niet filmen. Want er mocht toen op dat moment nog niet bekend worden, was geheime informatie. En omdat wij daar waren, mochten wij er ook geen beeldmateriaal van naar buiten brengen. En wij wisten ook toen niet wie het was. Maar 2 maanden later werd naar buiten gebracht dat de koning en koningin daar waren geweest. En ja, dat die dus ook een traject willen hebben in dat land. Nou, toen werd voor ons ineens alles duidelijk waarom dat wij toen onze mobieltjes niet mochten gebruiken. We hebben later natuurlijk wel een hele mooie reportage gekregen van het bedrijf zelf. En die hadden een filmmaker bij en een fotograaf. En wij hoorden maar te zeggen, we willen daar een foto van en daar een foto. En die maakten alle foto's die wij naar de hand konden hebben. Maar op dat moment mocht het nog niet naar buiten gebracht worden. Dus wij hebben de foto's pas later ook gekregen. Kijk, en hier ligt Lesotho. Midden in Zuid-Afrika. En zij willen dus van dat land naar de haven toe een traject hebben. En ze hebben gezegd dat ze daar ook investeerders, grote investeerdersbedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen en ook banken, dat die toestemming krijgen van de koning om hierin te investeren. Want zo kan het probleem in de landbouwsector opgelost worden. Want nu is het heel erg moeilijk om door al dat berggebied heen landbouwproducten naar de haven te brengen. Dat duurt dagen. En met zo'n traject van Yunitsky String Technologie is het in een paar uur bij de haven. En zal ook het binnenlands product van Lesotho verkocht kunnen worden. En zal de armoede in het land ook een heel eind verminderen. Dan hebben we hier nog foto's van verschillende delegaties die het park bezocht hebben. Heb ik even geen namen bijgezet van de landen. Dit is een certificaat op tentoonstelling voor weginfrastructuur in Azerbeidzjan. En daar hebben ze ook meegedaan aan een tentoonstelling voor weginfrastructuur. Ook voor openbaar vervoer, verkeersveiligheid en informatietechnologie. Er waren verschillende professionals uit verschillende landen die er waren. En die werken allemaal aan oplossingen voor bruggen te ontwerpen. Maar ook tunnels te bouwen en aanleggen van wegen. En Yunitsky String Technologie was daar ook. En die hebben dus ook gezien wat het was. Het waren vertegenwoordigers van de staatsappartementen van Azerbeidzjan. Ook het ministerie van Transport, het ministerie van Communicatie en High-Technologie en de metro-industrie, overheidsinstanties en bedrijven uit de wegenbouwsector. Het evenement werd ook bijgewoond door bedrijven uit Azerbeidzjan en de omgeving van Azerbeidzjan. Waren de verschillende afgevaardigden. En dat is heel goed dat Yunitsky String Technologie daar was en er weer zoveel interesse in was. Want in die landen is nog weinig vervoer. En zij kunnen hun transport natuurlijk heel goed gebruiken om mensen van A naar B te vervoeren. Wij hier in Europa hebben wel al mooie wegen en is het een toevoeging. Maar daar is het echt voor mensen een levensstandaardverhoging. Ook Michael Kazin, wij kennen hem niet zo goed, maar is blijkbaar een hele gerenommeerde econoom-politicoloog. Misschien kennen jullie hem wel, ik kende hem niet. Maar hij is ook academicus van de Internationale Academie of Management. Hij is inmiddels gepensioneerd staatsadviseur, maar ook tv- en radiopresentator en voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. En hij doet voorspellingen over de ontwikkelingen in de wereldeconomieën. En hij is geweest en Yunitsky heeft hem zelf persoonlijk rondgeleid. En wat zei hij? Als expert in de economie beoordeelde hij het op professioneel niveau. En hij zag de economische voordelen van dit transport. En dat het ook heel erg kostenefficiënt was. Want hij vergeleek het met een vliegtuig. En dan was dit transport 3,3 keer kostenefficiënter. En met de hoge snelheidstrein 2,5 tot 3,1 keer goedkoper. En met de Transrapid magneettrein 9,6 keer beter kostenefficiënt. En in vergelijking met een auto, dan zou het energieverbruik 31 keer lager zijn. Een heel groot verschil. Maar hij was vooral geïnteresseerd en hij verzag de veelzijdigheid van deze structuur. Hij zei ook, het is toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden, zoals in koude streken van Rusland en in woestijnen in de Verenigde Arabische Emiraten, wat ik daar straks zou vertellen, van min 60 tot plus 60 graden. Maar er is meer. Want inmiddels weten we dat er ook al heel veel interesse is en gesprekken gevoerd worden over de lineaire cities. En dan hebben ze, zoals je op het rechterplaatje ziet, in het midden een hoogbouw. En vanuit die hoogbouw, daar gaan verschillende clusters waar mensen maximaal maar 5 minuten lopen van zo'n hoogbouw af zijn om er eventueel naartoe te lopen. Maar de mensen in de hoogbouw kunnen in het eigen appartement, in feite vanuit het eigen appartement, instappen in een wagon en van A naar B gaan. Er zullen dus veel minder auto's nodig zijn, maar dit is ook een hele milieuvriendelijke manier van bouwen. En hier lopen blijkbaar ook al gesprekken met verschillende landen. Hier zie je het station, hoe het de bedoeling is, hoe het eruit gaat zien, dan zie je een beetje wat de bedoeling is. En als je dan op de 2 onderste plaatjes kijkt, dan zie je op het dak van die stations, dat er eventueel ook een helikopter kan landen. Maar waarom investeren mensen in USky? Nou, deze snaartransportmotor stoot geen schadelijke stoffen uit in de atmosfeer. Voor de aanleg van een kilometer van een snaarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospad, niet meer. De aanleg van snaarbanen zal de natuurlijke landschap niet veranderen en zal de bossen die zuurstof produceren behouden. Er hoeft geen bomen gekapt te worden. En de meest veelbelovende gebieden voor ons zijn natuurlijk in het Midden-Oosten en Azië. Met plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei, zoals in India en in Pakistan. Maar nou hebben heel veel mensen die zijn op dit moment bang voor de financiële gevolgen. Want omdat er nogal wat problemen zijn met Europa en met het Aziatisch gedeelte in Rusland en de oorlog in de Oekraïne, was men bang dat het geld weg was of wat dan ook en dat er niks meer gebeuren kon. Maar het is anders. De geldstructuren lopen helemaal niet via die landen. De geldstructuren zitten in 3 verschillende plaatsen in de wereld. En dat is in Cyprus, bij Australië, bij Vanuatu en aan de andere kant in Midden-Amerika bij de Cayman-eilanden. En men vertelde, want ik heb het gevraagd gehad hoe het precies zat, ze vertelden dat juridisch alles correct is opgebouwd en dat ze totaal geen financiële of andere beperkingen hebben op Rusland en op Belarus heeft het geen invloed op het traject van Sky World Community. En ze zeggen dan ook, dankzij de steun van investeerders en partners van Sky World Community werkt het crowdfunding-platform normaal en blijft een stabiele financiering bieden voor het stringtransport. En hier zijn verschillende redenen voor. En dat is omdat ze in verschillende landen zitten en verschillende juridisch verdeeld zijn over de wereld, zodat we in moeilijke, onvoorziene omstandigheden altijd van alles kunnen en geen problemen hebben met de uitbetalingen of gelden die niet kunnen komen. Men kan zeker ook met cryptocurrency eventueel betalen en dat is helemaal makkelijk, want dan kun je vrijelijk over heel de wereld natuurlijk geld overmaken. Hier nog even een afbeelding van de landen wereldwijd, hoe dat het ziet. Dan zie je in het midden Cyprus, links heb je de Cayman-eilanden in Midden-Amerika en rechts bij Australië het eiland van Nuta. Dus het is ook verdeeld over de wereld. Mocht er ergens iets gebeuren, is er altijd veiligheid van de andere kant. En er is door de Nadezhda gezegd van de ontwikkelingen worden gewoon volgens plan voortgezet door de bedrijfsontwikkelaar van het Senaattransport. En de bedrijfsontwikkelaar van het Senaattransport is Nadezhda Kosareva. Zij is CEO van Yunitsky String Technologie. En ze heeft hier ons persoonlijk over geïnformeerd toen wij die vraag hadden. En ze schreef, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen gekocht wat voldoende zal zijn om het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. Maar eventuele onderbrekingen in de levering zullen ons ook niet hinderen. Want op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle afspraken met onze partners blijven nog gewoon van kracht. Dus dat is wel heel fijn om te weten. Nou hebben we iets anders. Ik heb meegemaakt een paar weken terug dat iemand een mail kreeg die mij belde en die zei, sorry, maar ik heb al een paar jaar niet meer ingelogd. En dan krijg ik een mail dat er onbevoegden in mijn account zijn geweest. Wil jij eens kijken? Nou, ik ben gaan helpen om te kijken wat er moest gebeuren. En wat zag ik toen? Dat er een mail kwam waar normaal schrijf je, waarin dat rondje, wat ik geprobeerd heb een rondje van te maken, staat security@skyway.capital. Dat is hoe normaal een mail aankomt. En als je nog eens een keer inlogt, dan kom je in je mailbox weer tegen, er zijn onbevoegden geweest. Als je het zelf bent geweest, hoef je niks te doen. Ben je het zelf niet, moet je hierop klikken. Nou, mensen die regelmatig inloggen, die letten er niet meer zo op. Maar als je degene bent die af en toe maar een keer inlogt, dan weet je van, nou, dat was ik niet. Klik niet op die link, want hackers zijn actief. En die proberen op die manier je account over te nemen. Wat staat er dan? In het rode gearseerde, dan staat er 17, @skyway.capital. Dus het lijkt erop. Alle andere teksten, ik heb het nagekeken, er is geen woordje verschil. Alles is precies hetzelfde, alleen de link waar het vandaan komt, staat in plaats van security, staat er 17. Dus let daar goed op, bij die persoon is het geld van zijn rekening gehaald. Hij heeft zelf niet ingelogd, heeft zijn wachtwoord aan niemand gegeven. Hij was gewoon $328 kwijt. Er wordt nu aan gewerkt om het uit te zoeken hoe het precies zit. Want het is natuurlijk naar een account gegaan van iemand. En dat account van iemand is meteen ook geblokkeerd. En die zal dus nooit meer verder kunnen. Maar wij moeten even weer alle beveiligingstrajecten door. Om het account van deze man ook weer up-to-date te hebben. En dat er geen enkele hacker meer in kan. Dus daar zijn ze achter de schermen niet mee bezig. Dat is het voordeel dat wij heel snel contact te hebben. Ik zit hier nu in Turkije met de mensen van de board, maar ook mensen van de organisatie achter de schermen. En wij hebben hier nu heel veel contacten gekregen, waar we ook weer heel veel van gehoord hebben en waar we gewoon heel fijn mee verder samen kunnen werken. Dus dit gaat voor ons ook heel veel opleveren in de contacten als er iets is. Maar komen jullie dit ooit tegen? Kijk altijd voordat je op de link klikt of dat er wel echt security staat. En als er geen security staat, bel me even. Dan gaan we daar verder achterheen. Maar klik nergens op. Maar laat het mij weten, want dan gaan we het achter de schermen weer uitzoeken. Dus dat was even heel belangrijk tussendoor. Als we dan kijken, we zijn nu in fase 14.2. En er zijn 15 fases. Het zal misschien nog wel een tijdje doorgaan voordat we in eindfase 15 zijn. Maar tot die tijd, we weten nu zeker, dit is een geweldig project. Dit is een project waar eigenlijk iedereen in moet zitten en gewoon een investering hebben gedaan. Want hoe je het ook bekijkt, bij de bank, als je daar je geld neerzet, wordt het niks meer waard. Als je hier een geldbedrag geeft om het bedrijf te ondersteunen, om te kunnen bouwen, dan zit je eigenlijk op een veel betere manier je geld weg te zetten, want op je spaarbankboekje brengt het niks op. Maar dit is een spaarbankboekje wat straks heel erg gaat groeien, want je krijgt straks, nu koop je het voor 6 cent per stuk aan, minimaal als ze naar een beurs gaan, is het $1 waard, dus ga kijken hoeveel dat het groeit. Dat doet de bank niet, Maar voor die tijd, op het moment als het traject een project geld gaat opleveren en het gaat winst maken, dat het ook de moeite waard is om ons uit te betalen, dan gaan we gewoon winstdeling krijgen. Dus wij zijn het grootste gedeelte, we zitten nu 7 jaar, het 7e jaar zijn we nu in, het grootste gedeelte hebben we achter de rug en we hoeven geen 7 jaar meer te wachten. Dus ben daar blij mee. Met de regering van de Arabische Emiraten, zijn hoogheid de Sheikh, hij is ook vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten, hij is heerser van Dubai, die hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en privaatsector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. Normaal is het nooit goedgekeurd. Zij willen de manier van crowdfunding, zijn ze het niet mee eens. Maar dit is een andere manier van crowdfunding. Hier ben je met een bedrijf bezig. En dat is goedgekeurd in de Verenigde Arabische Emiraten. En daardoor hebben wij het nu ook altijd over USky. Want er zijn dingen ook achter de schermen verder ontwikkeld met de samenwerking met de sheiks. En zij schrijven nu dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. En dat jonge innovators en ondernemers zullen ze altijd helpen. En ze schrijven ook, we hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën op speciale platforms. En crowdfunding-platforms worden gereguleerd door de securities en commoties van de administration. Ook weer de SCA, dat zijn weer officiële instanties die ze eigenlijk opgericht hebben om dit allemaal in goede banen te leiden. Dus dit is ook echt nog een hele andere manier. Maar als de sheiks dit goedkeuren, nou geloof maar, dan heb je echt een speciaal bedrijf. Als we het samenvatten, ondersteunen we eigenlijk een bedrijf wat nog niemand kent en die gaat bouwen. Een bedrijf dat gaat bouwen en niemand kent het nog. Maar wij zijn een van de weinigen, als je kijkt hoeveel miljoenen mensen wereldwijd leven, en dat er wij aan bij de Sky World Community, dat wij met 500.000 of zo mensen zijn die in dit unieke project zitten. Het is ook een project wat van mond-tot-mond reclame werkt, die mensen weer graag binnenkrijgt die geld betalen, die via bekenden zijn gekomen, omdat reclame maken dikwijls heel duur is. En onze reclame, als wij het vertellen, dat is veel en veel goedkoper. En op die manier hebben ze al heel veel geld binnengekregen. Nog een laatste ding wat ik hier in het plaatje rechts wat je ziet, dat is de veiligheid van het traject, van het transport. Dat de persoon die in het rode blokje staat, die komt binnen een bepaald gebied wat beveiligd is. Wanneer iemand binnen zo'n gebied komt, dan wordt dat geregistreerd door de wagon en die stopt dan. De persoon in het groene gebied ziet hij nog niet, maar in het rode gebied ziet hij. En die stopt dan totdat die persoon uit het gebied is. Loopt hij naar de wagon toe, gaat de wagon achteruit. Gaat hij weer terug, dan gaat de wagon ook weer vooruit. Dus dit is een heel mooi systeem. Er is een filmpje van, moet je maar eens kijken. Dan zie je hoe goed en hoe veilig dat het is. Er zijn ook officiële internetsites van de ontwerper en bedenker Anatoli Yunitsky. Links zie je yunitsky.com. En rechts is ook yunitsky.com. Bij de ene staat er fout en de andere staat nieuws. Het rechts is natuurlijk het mooiste, want daar kun je heel veel lezen. Maar heb je nog vragen? Bel ons, bel mij of bel Earl. Wij zijn ervoor om jullie te ondersteunen, om jullie vragen te beantwoorden. En dan komen er geen gekke verhalen in de wereld. Wij moeten met z'n allen het juiste verhaal naar buiten brengen. Want dit gaat zo mooi worden. We moeten zoveel mogelijk mensen helpen. Dat zij in plaats van geld op de bank eventueel het geld aan dit bedrijf geven. Dit kan niet meer kapot gaan. Dit gaat gewoon goed. Ik mag nooit 100% zeggen. Maar wij zitten hier gewoon supergoed om dit bedrijf te ondersteunen. En ik hoop dat jullie het ook gaan doen. Dan verder zou ik willen zeggen, bedankt voor het luisteren. Zijn er vragen, bel ons. En dan wil ik u nu nog een fijne avond wensen. En tot de volgende keer als ik weer in Nederland ben of in België. Dan kom ik 7 september om daar een presentatie op locatie te geven. Mensen uit de omgeving van Zuid-Nederland en België zijn welkom in Hasselt. Dat ga ik er verder nog wel bekendmaken. Maar voor nu zeg ik dank voor uw aandacht en tot de volgende keer. Dag.